Hallo beste leerlingen, ik geef jullie graag vandaag een beetje uitleg over de oefeningen rond efficiënt taalgebruik. We zijn er aan de klas in begonnen, aan begonnen, dus te zeggen, jullie hebben in groepjes, in duo's gewerkt aan een presentatie rond een onderdeeltje van efficiënt taalgebruik. Nu, ik denk dat het niet meer mogelijk is om dit in de klas te doen, aangezien, stel dat we terug naar school gaan, dan is het in kleine bubbels, waardoor je dus de presentatie van elkaar niet kunt zien, hè. Dus ik denk dat dit hier nu de enige mogelijkheid is om jullie dit toch aan te brengen, dus met behulp van het filmpje. Goed. Dus efficiënt taalgebruik heeft te maken met fouten die veel gebruikt worden in de Nederlandse taal, hè. Dus dingen waar we eigenlijk oog voor moeten hebben. En een eerste voorbeeldje is correcte zinsbouw. En dan gaat het over zinnen, meer bepaald met onderschikking, dat je die niet kunt opsplitsen. Een voorbeeldje. De vierdes missen mij omdat ik een toffe leerkracht ben. Ja, ik moest zo wel een keer iets anders gebruiken dan de coronacrisis, dus vandaar dacht ik zal dit er eventjes tussen steken. Dus je kunt die niet in twee splitsen. Dat is een zin met onderschikking. Je hebt een onderschikkend voegwoord omdat. De vierdes missen mij is hier de romzin. Omdat ik een toffe leerkracht ben, is de bijzin. Je kunt die niet opsplitsen. Dus je kunt niet zeggen, de vierdes missen mij. Punt. Dat kan je wel zeggen, maar je kunt niet zeggen, omdat ik een toffe leerkracht ben. Punt. Dus, algemene regel, een zin met onderschikking gaan we niet opsplitsen in twee enkelvoudige zinnen. Het blijft een samengestelde zin met onderschikking. Een zin met nevenschikking kun je wel, hè, want dat is een van de hoofdkenmerken van nevenschikking. Als je je voegwoord laat wegvallen, dan heb je twee zinnen die perfect op zichzelf kunnen bestaan. Nu, dus een enkelvoudige zin begint nooit met een voegwoord, maar er is één uitzondering. Je kunt dat wel na een vraagzin doen. Stel bijvoorbeeld, de vraag is: waarom missen de vierdes mij? Dan kun je zeggen als antwoord: omdat ik een toffe leerkracht ben. Dus na een vraagzin kan je wel een enkelvoudige zin beginnen met een voegwoord. Goed. Dan, tweede fout die veel gemaakt wordt in Nederlandse taal, is het gebruik of het overdreven gebruik van naamwoordstijl, noemen we ook nominalisatie. Naamwoordstijl betekent dat een werkwoord te veel gebruikt wordt als zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld, volgend jaar zal er een uitbreiding van de fabriek plaatsvinden. En het gaat hier over een uitbreiding. Dat is een zelfstandig naamwoord, want er staat een lidwoord voor. Een uitbreiding. Zelfstandig naamwoord, maar het komt eigenlijk van een werkwoord, namelijk het werkwoord uitbreiden. Dus eigenlijk is het beter als je zegt: de fabriek zal volgend jaar worden uitgebreid. Uitgebreid blijft er dan een werkwoord en wordt hier niet gebruikt als zelfstandig naamwoord. Dus de eerste zin die hier staat, eigenlijk is die niet verkeerd. Het is niet verkeerd als je naamwoordstijl gebruikt of als je dus van een werkwoord een zelfstandig naamwoord maakt. Het is op zich niet verkeerd. Wanneer wordt het wel vervelend of storend? Dat is als dat veel gebruikt wordt in een tekst. Sommige auteurs die hebben zo de neiging om een volledig artikel allemaal in naamwoordstijl te schrijven. En dan noem je dat nominalisatie of naamwoordstijl. Dus het gaat niet over één zin, maar als het frequent voorkomt, dan is het eigenlijk wordt het als foutief gezien. En het effect is dat je tekst eigenlijk veel zakelijker, droger en afstandelijker overkomt. 3. Een contaminatie is iets wat eigenlijk vrij frequent voorkomt. Het betekent dat twee woorden of uitdrukkingen door elkaar worden gehaald. Bijvoorbeeld, mijn boekentas weegt echt heel zwaar. En wellicht denk je, ja, daar is toch niets mis met deze zin, hè? Wordt inderdaad veel gebruikt, maar eigenlijk worden hier twee uitdrukkingen door elkaar gehaald. Ofwel zeg je, mijn boekentas weegt echt heel veel, ofwel zeg je, mijn boekentas is echt heel zwaar. Door die twee door elkaar te gebruiken, zwaar, hè, is zwaar en weegt veel, wordt dan weegt zwaar, noemen we een contaminatie. Dus twee woorden of uitdrukkingen worden door elkaar gehaald. Nog een voorbeeldje, ik zal dat eens even nachecken. Het gaat hier over het woord nachecken. Ofwel zeg je, ik zal het even checken, ofwel zeg je, ik zal het nakijken, maar niet nachecken is dus verkeerd.
Een ander voorbeeld, deze smartphone kost echt heel duur. Het kost duur, ofwel zeg je het is duur, ofwel zeg je het kost veel, maar niet het kost duur. Ik wil er ook nog even bij vermelden dat in sommige gevallen een contaminatie wel oké is. Ik denk bijvoorbeeld, ik heb het nu niet in de PowerPoint gezet, maar ik denk bijvoorbeeld aan het woord brunch. Dat is een contaminatie, een samentrekking van breakfast en lunch. Dat wordt dan een brunch. Hè? Dus in dat geval is het dan wel juist, hè? Omdat dat ook frequent gebruikt wordt. Het kan ook zijn dat dus bepaalde contaminaties na verloop van tijd wel aanvaard worden als juist in onze Nederlandse taal. Dan 4. Pleonasme betekent dat een eigenschap dubbel wordt uitgedrukt. Dus je gebruikt overtollige woorden, omdat die eigenlijk al in een woord zelf vervat zitten, de eigenschap. Bijvoorbeeld, er is een laag verse witte sneeuw gevallen. Sneeuw is altijd wit, dus de witte kun je hier eigenlijk schrappen. Er is een laag verse sneeuw gevallen. Hè? Dus witte kan je schrappen. Dus de eigenschap wit zit eigenlijk al in sneeuw. Maar, ik moet daar ook wel bij vertellen, soms kan het ook goed zijn, bijvoorbeeld in de zin, er is een laag verse witte sneeuw gevallen en die wordt dan gevolgd door, die heeft zich vermengd met de oude smeltende donkere grijze sneeuwresten. Dat is dan net om het contrast aan te duiden tussen wit en dus die donkergrijze sneeuwresten. Dus als dat dan de bedoeling is, dan is het wel oké. Okay. Ook bijvoorbeeld in een gedicht of in poëzie kan een auteur dat dus wel gebruiken om een beetje meer gevoel aan het gedicht te geven. Dus het kan wel. Nog een voorbeeld, de bal is omlaag gevallen. Vallen gebeurt altijd, is altijd naar beneden, dus omlaag kun je gewoon weglaten. Dus pleonasme, een eigenschap, zit al vervat in een ander woord en is dus daarom, die eigenschap kan je eigenlijk laten vallen. En we noemen het overtollige woorden die je beter laat vallen. 5. Tautologie is eigenlijk simpel. Je gebruikt gewoon twee synoniemen in dezelfde zin, waardoor je dus eigenlijk overtollige woorden hebt en dus een woord kunt laten vallen. Bijvoorbeeld, ik wil dat je onmiddellijk en meteen naar hier komt. Onmiddellijk betekent hetzelfde als meteen, dus één van beide kan je gewoon laten vallen. Ik ben verheugd en blij met de geboorte van mijn zusje. Verheugd en blij is hetzelfde, dus je kunt een van beide woorden laten vallen. Het is een tautologie. En ook nog belangrijk bij tautologie, het gaat altijd op dezelfde woordsoort. Hè? Dus bijvoorbeeld verheugd en blij gaat hier telkens om een adjectief, een bijvoeglijk naamwoord. Want het houdt zo'n beetje verband met pleonasme, maar pleonasme heb je een eigenschap die vervat zit in een ander woord. En gaat dus niet over twee keer dezelfde woordsoort, zoals witte, sneeuw. Witte zit erin, witte is adjectief, sneeuw is zelfstandig naamwoord. Hier gaat het twee keer om dezelfde woordsoort. Dan een geneste bijzin. Betekent een bijzin in een bijzin. En ik leg het best uit aan de hand van een voorbeeld. Mevrouw Rijkaard zegt dat ze, als de leerlingen de live sessies niet zullen volgen, heel ontgoocheld zal zijn. Je hebt hier eigenlijk een zin met twee bijzinnen. De eerste bijzin, ik zal beginnen met de rompzin. Mevrouw Rijkaard zegt, dat is eigenlijk de rompzin. En wat zegt ze? Dat ze heel ontgoocheld zal zijn. Dat is eigenlijk je eerste bijzin, dat ze heel ontgoocheld zal zijn. Maar daar zit een bijzin in. Wanneer? Als de leerlingen de live sessies niet zullen volgen. Dus je hebt eigenlijk een bijzin die genest zit, hè, zoals een vogel een nestje maakt, die dus genest zit in een andere bijzin. En dat is dus niet oké, dat is verkeerd taalgebruik. Wat wordt dat dan? Mevrouw Rijkaard zegt dat ze heel ontgoocheld zal zijn als de leerlingen de live sessies niet zullen volgen. Dus je hebt hier eigenlijk een bijzin die er in twee gesplitst is, die hou je beter samen en je zet de andere bijzin beter daarachter. Onnodige passieve vorm. Ja, dus dan moet ik eventjes uitleggen wat het verschil is tussen een actieve zin en een passieve zin. In een actieve zin is de persoon die de handeling uitvoert het onderwerp. En bijvoorbeeld, de hulpkok bakt de roomsoezen. Je onderwerp is de hulpkok. Hij voert de handeling uit. Je hebt een actieve zin. Bij een passieve zin is je onderwerp, ik heb hier verkeerd geweest, zie ik nu,
de persoon niet die de handeling uitvoert, maar ben je verkeerd geweest hoor. Dus net niet, hè. Je onderwerp is hier niet de persoon die de handeling uitvoert. Want het onderwerp in deze zin is de roomsoezen worden gebakken door de hulpkok. Je onderwerp is de roomsoezen, maar het zijn niet de roomsoezen die, die bakken. Hè. Het is de hulpkok die bakt. Dus door de hulpkok is eigenlijk degene die de handeling uitvoert. Dus ik ben hier verkeerd geweest. Hè. Dus passieve zin, je onderwerp is niet de persoon die de handeling uitvoert. Hè. Ik ga het nu niet helemaal opnieuw doen voor dat, dat kleine stukje hier. Maar dus, ik wil het er wel bij vermelden. En het is best dat je niet overdrijft met de passieve vorm. Dus in een tekst, je kan dat wel gebruiken, dat is niet verkeerd. Maar het is best dat je daar niet in overdrijft. Hè. Wanneer kan je dat wel gebruiken? Dat is bijvoorbeeld als je niet weet wie de handeling uitvoert. Dus wie is je onderwerp? Bijvoorbeeld, er is ingebroken, maar je weet niet wie heeft ingebroken. Hè? Dus dan kan je wel een passieve vorm gebruiken. En ook bijvoorbeeld als je onderwerp beter onbekend blijft. Bijvoorbeeld, het dossier is gestolen. Dat is een vaststelling. Hè? Maar wie dat dossier gestolen heeft, dat weet je niet. Dus dan is het beter dat je zegt, het dossier is gestolen, een passieve vorm, dan wanneer je zegt, iemand van jullie heeft het dossier gestolen. Dan weet je dus ook wie de handeling, hier bij de eerste zin, dus het dossier is gestolen, maar je weet niet wie het gestolen heeft. Dus je weet dus niet wie de handeling uitvoert. Hier zeg je het beschuldigend, iemand van jullie heeft het dossier gestolen. Dus eigenlijk zeg je twee keer hetzelfde, maar hier gaat het om een vaststelling, er is iets gebeurd, maar je weet niet wie het heeft gedaan. Hier geef je meteen, wijs je eigenlijk met een beschuldigend vinger, iemand van jullie heeft het gestolen. Dus dan is het beter dat je wel de passieve vorm gebruikt, door dus niet in je onderwerp aan te duiden wie de handeling uitvoert. Het verschil tussen hen en hun is ook iets waar veel fouten worden nagemaakt. Hen gebruik je als het als grammaticale functie leidend voorwerp heeft en je gebruikt het ook na een voorzetsel. Bijvoorbeeld, de dief heeft hen bestolen. Wie heeft de dief bestolen? Hen. Hen is een leidend voorwerp. Of een voorbeeld na een voorzetsel. Ik geef de rapporten aan hen. Aan is een voorzetsel, dus moet je hen gebruiken. Dus je kunt hun nooit na een voorzetsel gebruiken. En dan hun heeft als grammaticale functie meewerkend voorwerp, dus gebruik je niet aan of voorbij. Bijvoorbeeld, ik geef hun de rapporten. Dus hun betekent eigenlijk hetzelfde als aan hen. Maar je kunt niet zeggen, ik geef de rapporten hun. Dus als je hun gebruikt, moet je het wel op een andere plaats in de zin zetten. Dus hun betekent hetzelfde als aan hen. Dus aan hun bestaat niet en is altijd verkeerd. Dan de correct werkwoordelijke eindgroep. De werkwoordelijke eindgroep, daarmee bedoelen we de, ja, het zegt het zelf, hè, de groep werkwoorden die je aan het einde van de zin vindt. En tussen die werkwoorden mag je geen andere woorden zetten. Bijvoorbeeld, hij had beloofd dat hij zou aanwezig zijn. Uw werkwoordelijke eindgroep bestaat uit twee werkwoorden, zou en zijn. Het zijn twee werkwoorden. En nu heb je daar nog een ander woord tussen gezet. Aanwezig is geen werkwoord. En dat is dus eigenlijk verkeerd. Dus wat zeg je dan? Hij had beloofd dat hij aanwezig zou zijn. Dat is wel een goede zin. Dat is dus een eerste belangrijke puntje bij de werkwoordelijke eindgroep. En het is ook zo dat je tussen voltooide deelwoorden, dat je tussen infinitieven geen voltooide deelwoord kunt zetten. Bijvoorbeeld, ik denk dat ze moeten verzorgd worden. Moeten verzorgd worden zijn drie werkwoorden, is je werkwoordelijke eindgroep. Moeten infinitief, worden infinitief, verzorgd voltooid deelwoord kan niet, want je kunt dus nooit een voltooid deelwoord tussen twee infinitieven zetten. Wat moet het dan worden? Ik denk dat ze verzorgd moeten worden. Wat kan ook? Dat je het woord verzorgd naar achteren zet. Ik denk dat ze moeten worden verzorgd. Dat kan ook. Maar wat dus niet kan, is het ertussen zetten. En dan het laatste puntje, de samentrekking. Maar het is niet zo makkelijk. Dus in een samengestelde zin met nevenschikking kan je soms woorden weglaten. Dat doen we om woordherhaling te vermijden. Dat weet je van de eerste graad. Maar daar zijn vier voorwaarden aan verbonden. Ze moeten ten eerste dezelfde betekenis hebben. Bijvoorbeeld, hij stak zijn vrouw neer en de straat over. Het woordje stak is hier weggelaten.
en hij ook, hij stak zijn vrouw neer en de straat over, maar neersteken heeft een volledig andere betekenis dan oversteken. Dus dat is verkeerd. Dus je moet dan eigenlijk zeggen, ik heb hier de juiste oplossing niet bijgeschreven, maar dus je kunt het niet weglaten, het moet zijn, hij stak zijn vrouw neer en hij stak de straat over. En dus je moet het herhalen omdat het een andere betekenis heeft. Ze moeten ook dezelfde grammaticale functie hebben. Bijvoorbeeld, ik help ze wel, maar geef nooit geld. Het gaat hier over het woordje ze, dat is weggelaten. In uw eerste zin is uw ze leidend voorwerp, want je helpt iemand. Dus ze leidend voorwerp. Maar ik geef ze nooit geld. Je geeft geld aan iemand, dus in je tweede zin is de ze meewerkend voorwerp. Omdat het hier leidend voorwerp is en hier meewerkend voorwerp, kan je de ze niet weglaten. Dus je zin moet zijn, om correct te zijn, ik help ze wel, maar geef ze nooit geld. Ze moeten ook dezelfde grammaticale tijd hebben. Bijvoorbeeld, Evelien verjaarde vorige maand en Joke vandaag. In je eerste zin heb je een verleden tijd, een verjaarde vorige maand en Joke vandaag. Hier is het woord verjaarde weggelaten. Dat klopt niet, hè, want je kunt niet zeggen Evelien verjaarde vorige maand en Joke verjaarde vandaag. Dat moet zijn en Joke verjaart vandaag. Dus daarom kun je dat niet weglaten, omdat je een andere grammaticale tijd hebt. Als je de zin zou schrijven en je schrijft hier verjaard, Joke verjaard vandaag, dan is je laatste letter een T, want het is tegenwoordige tijd stand plus T. En ze hebben ook dezelfde plaats ten opzichte van de persoonsvorm. Bijvoorbeeld, graag zullen wij u helpen en hopen dat u tevreden zult zijn. Dus wat is hier weggelaten? Dat is het woordje wij. Als je de wij weglaat, dan bedoel je eigenlijk, dus hier heb je PV onderwerp, zou je hier ook moeten wijschrijven. Dan zou het zijn, graag zullen wij u helpen en hopen wij dat u tevreden zult zijn. Maar je hoort, het klopt niet. Je zin moet zijn, graag zullen wij u helpen en wij hopen dat u tevreden zult zijn. Dus de zin is niet juist. Je moet hier de wij hiervoor schrijven, omdat het hier na de PV staat en hier eigenlijk voor de persoonsvorm. Voilà. Dat was dus een hele boterham. Hè. Ik ben mij ervan bewust dat die leerstof niet zo makkelijk is. Hè. Maar het is wel heel belangrijk. Zeker naar de derde graad toe moet je dit echt wel onder de knie hebben. Dus ik zou u aanraden om ofwel de PowerPoint, het filmpje opnieuw te bekijken, ofwel de blaadjes te bekijken, de theorie. Ik ga die ook in het leerpad zetten, zodat je alles nog een keer kunt nalezen. Je kunt ook altijd vragen stellen op het forum natuurlijk, of je mag me ook altijd een smart berichtje sturen. Voilà, ik wens jullie veel succes!